Ja, dank u wel. Ik had in mijn inbreng gerefereerd aan de zorgmedewerkers die met klachten even goed aan het werk kan. Misschien had ik de vraag niet heel duidelijk gesteld, maar ik was wel benieuwd wat het standpunt is van de minister daarop. Dat als je klachten hebt als zorgmedewerker, dat je dan toch maar gewoon aan het werk kan. En ik had gerefereerd aan de schriftelijke vragen die ik heb gesteld begin augustus. Met het verzoek deze voor de persconferentie van 13 augustus te beantwoorden, wat niet is gebeurd. Ik heb volgens mij ook geen uitstelbericht gehad. En ik had eigenlijk de suggestie opgeworpen dat u die vragen hier zou beantwoorden. Of de minister, excuus. Deels is dat gebeurd mede door andere vragen die zijn gesteld. Maar er staat nog wel een aantal van die vragen uit die schriftelijke vragen open. En die zou ik eigenlijk dan nog wel graag beantwoord willen zien. De minister. Ik heb ze eerst, kan ze zo voorlezen. De minister. Ja, allereerst op die eerste vraag. Kijk, de stelregel geldt voor mensen in de zorg niet anders dan voor andere mensen. Namelijk de stelregels bij klachten blijf je thuis. Stelt u zich nou eens voor dat dat in de zorg tot een continuïteitsvraagstuk zou leiden. Hele grote problemen zou opleveren. Dan kan je in een uitzonderingssituatie, is ooit bepaald, kan je in een uitzonderingssituatie het gesprek hebben met je werkgever. Die dan zegt, nou oké, je vermoeden is sowieso niet dat je corona hebt. Dat kun je natuurlijk ook heel snel laten testen. En met het gebruik van mondkapjes en met allerlei testverplichtingen op de ochtend en zo. Nou, kom dan maar, want anders hebben we nog een veel groter probleem in de zorg. Dat was destijds heel erg het debat en dat was destijds ook een muizengaatje wat nog ergens in de regelingen zat. Maar volgens mij is gewoon de algemene praxis in de zorg echt niet anders dan elders. Namelijk gewoon bij klachten blijf je thuis. En juist omdat je werkt met kwetsbare mensen is het extra goed natuurlijk om daar heel secuur op te letten. En misschien is het goed als de vragen van mevrouw Van der Plas niet beantwoord zijn om die nu niet te passeren, maar dat u wel kan aangeven wanneer de schriftelijke vragen worden beantwoord. Ja, ga ik zo snel mogelijk doen. Volgens mij, maar dan doe ik het even op basis van mijn herinnering. Ik herinner mij dat u een set aan vragen heeft gesteld, best wel veel vragen ook. En dat die vragen eigenlijk allemaal gerelateerd waren aan de mate waarin het toelaatbaar is om al dan niet vormen van een vaccinatieplicht, al dan niet direct of indirect of wat dan ook, toe te passen. En wat mag een werkgever wel, wat mag een werkgever niet? Al dat type vragen volgens mij. En ik denk dat alles wat ik daarover vandaag kan zeggen, heb ik daarover gezegd. Ik vind alleen wel, u heeft schriftelijke vragen gesteld, dus u krijgt gewoon ook keurig schriftelijk daarop een antwoord. En dat doen we natuurlijk zo snel als mogelijk. Laat onverlet dat ik misschien niet alle vragen nu al precies kan beantwoorden, omdat we voor een deel natuurlijk ook wel van die vragen zeggen. Ja, daar willen we echt het gesprek nog eventjes met de zorgsector over aan. Ja, mevrouw Van der Plas. Nou, ze zijn inderdaad deels beantwoord hier. Het was een hele set aan vragen, maar er zijn heel veel vragen bij. Kunt u verklaren dat? En zo nee, waarom niet? Dus dat lijkt dan heel veel. Maar ik vind het altijd zelf wel prettig om te weten als het niet kan, waarom dan iets niet is. Dus dat is. Dus het lijkt lang, maar op zich valt het wel mee. Het gaat niet alleen over vaccinatiebewijzen. Het gaat ook over de grondrechten. Hè? Hoe staat het kabinet? Hè? Mm-hmm. Hoe staat de minister en de demissionair minister-president daartegenover? Hoe stroken de dingen met de universele verklaring recht van de mens? Nog eentje en dan ben ik daardoor. Ja, want voordat u schriftelijke vragen nu hebt, is een dat is fijn. En de minister heeft aangegeven dat hij zo snel mogelijk de vragen gaat beantwoorden. Ja, ik ga heel erg mijn best doen om het volgende week al te doen. Het zou wel kunnen, want het waren ook volgens mij best wel heel complexe vragen. Dat we voor een enkele vraag zeggen, dat hebben we echt nog even tijd voor nodig om dat echt heel erg goed uit te zoeken of nog te willen bespreken met experts. Maar ik ga proberen uw vragenset in de loop van volgende week beantwoorden. Vindt u dat goed, mevrouw Van der Plas? Anders gaan we een debat nu voeren over schriftelijke vragen. Is ook u niet uw bedoeling? Nee. Dat vind ik op zich prima. Alleen op één vraag, daar hoeft u niet met experts over te praten. En dat was de vraag, neemt u verantwoordelijkheid of nemen de minister en de demissionair minister-president verantwoordelijkheid voor de toenemende tweedeling in de maatschappij? En zo ja, wat is die verantwoordelijkheid? En zo nee, waarom niet? Dus dat geef ik de minister en de demissionair minister-president even ter overweging mee of ze die vraag dan nog wel zouden willen beantwoorden. Dat heb ik eigenlijk al gedaan net, hè? Mevrouw Marijnissen noemde dat woord ook en daarvan heb ik gezegd, dat vind ik een veel te groot woord, dat past hier echt niet.